Een ster, ja, die straalt, dat weten we. Maar het licht, dat kunnen we opvangen en dat kunnen we onderzoeken. En het type licht wat je dan krijgt, dat zegt iets over hoe een ster is samengesteld. En daar gaat het een keer over, de samenstelling van een ster. Goed, we beginnen iets dichter bij huis, een gloeilamp. Als je een gloeilamp aanzet, let op, zo, ja, en dan gaat hij stralen, hij geeft licht. En we noemen dat uitstralen, lichtemissie, of je mag ook gewoon emissie zeggen, want het is natuurlijk niet alleen licht wat hij uitstraalt, hè, ook heel veel warmte, helaas. Ja, het is niet zo'n energiezuinig iets. En als je dat spectrum bekijkt, dan zie je ook inderdaad dat hij heel veel rood uitzendt. En daar rechts van het rood, dat is infrarood, dat is een warmtestraling, dus heel veel warmte. En die andere kleuren zitten er wel in, maar niet echt veel. Een gloeilamp zal ook niet echt wit licht geven. De zon, als je dat bekijkt, kijk, die ziet er zo uit. Hè, redelijk overal hetzelfde van. Het zonlicht is dan ook echt mooi wit licht. In plaats van een gloeilamp had je ook bijvoorbeeld een spaarlamp kunnen nemen. Je ziet dat de spaarlamp al meer van die andere kleuren heeft. De spaarlamp is daarom ook energiezuiniger, omdat hij gewoon meer licht geeft. Er zitten wel een paar van die rare piekjes in. En dat komt door de stoffen die in zijn spaarlamp zitten. Ja, deze spectra, ja, dat wordt genoemd emissiespectra. Ja, dus emissiespectra van de zon, van de spaarlamp, etcetera, etcetera. Ja, die spaarlamp heeft dus een paar van die pieken. En dat is afhankelijk van de stof die erin zit. Want iedere stof heeft een aantal specifieke kleuren. Kijk, hier zie je een stuk of 5 stoffen. Hè, helium, neon, argon, krypton en xenon. Hè, dat zijn alle edelgassen trouwens. Die hebben specifieke kleuren. En als je de kleur ziet, kun je dus ook voorspellen welke stof het is. Niet alleen deze, maar kijk, hier heb je nog een aantal meer van deze stoffen met hun specifieke kleuren. En op die manier kun je aan de kleur bekijken van, hé, welke stof zit erin. Zullen we zo meteen verder bekijken. Eerst eventjes naar die spectra. We hebben 3 verschillende spectra. De bovenste continu, midden lijnen en onder absorptie. We gaan ze 1 voor 1 bekijken. Eerst het continu spectrum. Zo. Hoe ontstaat het continu spectrum? Nou, je hebt een iets wat straalt. Ja, en straalt alle frequenties naar alle kanten op. Ja. En omdat alle frequenties worden uitgestraald, ja, krijg je dus een continu spectrum. Hoe komt het dat alle frequenties er aanwezig zijn? Nou, dat komt omdat van zo'n voorwerp, ja, de moleculen ontzettend dicht bij elkaar zijn. En ja, ze kunnen niet vrij bewegen. Ze hebben ontzettend veel beïnvloeding. En daardoor heb je ontzettend veel energieën mogelijk. En daardoor krijg je dus ook ontzettend veel frequenties. En dat is dus één geheel, een continu spectrum. Het lijnenspectrum daarentegen, ja, die is weer een voorwerp dat gloeit. Alleen dat voorwerp, ja, dat heeft slechts een bepaald aantal frequenties. En dat komt omdat hier de moleculen niet dicht bij elkaar zijn. Het is meestal ook een gas die zoiets heeft. Ja, een continu spectrum is vaak van iets wat dicht opgepropt zit. Maar een gas, ja, moleculen ver uit elkaar, hebben ze geen onderling invloed. En dan kan ieder type molecuul zijn eigen kleur uitzenden. En dan krijg je dus die lijnen erin. En je ziet daar dat oranje lijntje daar. Ja, een hele specifieke oranje lijn, dat is echt kenmerk van natrium. En daar gaan we zo meteen het ook eventjes over hebben. Maar dit is dus het lijnenspectrum. En, jawel, het absorptiespectrum. Hoe ontstaat absorptiespectrum? Nou, je hebt een gaswolk. Ja, en ik doe eventjes nu natrium. Hè, hebben we zo net ook gezien. Het natriumgaswolk. En daar gaat wit licht doorheen. Nou, wit licht, ja, het bestaat eigenlijk niet. Hè? Wit licht is eigenlijk een mengsel van alle kleuren die er ook maar zijn in de regenboog. Nou, dat gaat door het natrium heen. Maar in het natrium, die moleculen, die natriummoleculen, die willen dolgraag dat ene kleurtje opnemen. Dus die ene gele kleur die
neemt zo'n molecuul op en daarna zendt hij het ook meteen weer uit. Alleen het uitzenden gaat hij overal naartoe doen. Dat betekent dus dat als het licht gewoon rechtdoor gaat, dat dus alle kleuren rechtdoor gaan, behalve dat ene gele stukje, ja, want daar gaan we een heel klein stukje rechtdoor en de rest is naar alle andere kanten opgestraald. En daardoor zul je dus zien dat in het spectrum eigenlijk één zwarte lijn voorkomt en dat is dus het absorptiespectrum. Kijk, op deze manier, en als je het lijnenspectrum naast het absorptiespectrum doet, dan zie je dat het elkaar precies tegenovergesteld is. Ja, de lijn zit precies recht tegenover het absorptielijntje in het absorptiespectrum. Kijk, dit is een ster, de zon bijvoorbeeld. Ja, een ster, dat is een gasbol. Alleen de kern van zijn gasbol, dat is zo ontzettend samengedrukt, dat die gasmoleculen elkaar nog behoorlijk beïnvloeden. En daardoor zal dus de kern wit licht uitzenden. Ja, een continu spectrum. Dus in het midden van een ster, van onze zon, ontstaat een continu spectrum. Wit licht, alle frequenties zijn aanwezig. Maar het witte licht gaat naar buiten toe en gaat door de koelere gaslaag heen. Koeler, nou het is nog behoorlijk heet hoor, maar de gasmoleculen beïnvloeden elkaar niet meer. Ze zitten niet zo dicht bij elkaar. Dat betekent dus dat ieder gasmolecuul een stukje licht eruit kan nemen. Ja, precies die frequentie wat bij zijn aard hoort. En dan ontstaat dus een absorptiespectrum. En het absorptiespectrum komt op onze aarde terecht en dat kunnen wij onderzoeken. En dan krijg je wat je wilt hebben, namelijk de samenstelling van ster. Je weet dan van, hey, welke stoffen zitten allemaal daar in die buitenste laag van de ster. En die spectra vind je ook in binnenste terug. De bovenste spectrum is heel mooi natuurlijk, een mooi continu spectrum, maar eigenlijk een beetje saai natuurlijk. Hè? Het tweede is veel mooier. Kijk, dit is een absorptiespectrum van onze zon. Ja. En we noemen deze lijn die hier staan de Fraunhoferlijnen. Let op, de zon heeft wel meer absorptielijnen. Alleen sommige zijn zo zwak dat meneer Fraunhofer, die deze het eerst onderzocht heeft, ja, die kon op dat moment die zwakke lijnen niet zien. Dus heeft hij ze ook niet opgeschreven. Maar ze zijn er wel. En als je dat vergelijkt met waterstof, dan zie je dus dat heel veel lijnen, kijk deze lijn komt overeen met een lijn daar, die komt overeen, die met, die, deze twee niet, maar ze zijn er wel, maar ze zijn te zwak. Ja? Oftewel, waterstof komt in onze zon voor. Nou, en voor helium, ja, helium zit er ook in, alleen is bij het Fraunhofer weer ontzettend moeilijk te bekijken, maar natrium, zeker wel natuurlijk, hè? Kortom, je kunt de ster ontleden als je kijkt naar het absorptiespectrum van zo'n ster en dus ook van onze zon. Trouwens, niet alleen sterren, maar tegenwoordig zelfs exoplaneten kunnen op deze manier onderzocht worden. Ja, de techniek is tegenwoordig ontzettend gevoelig daarmee geworden. Nou, dit spectrum, even kijken wat hier zit. Kijk, dit is inderdaad zwavel. En lithium, en kijken we daar, natuurlijk zuurstof, en we krijgen daar thorium, maar wacht even, het slot. Ik zou zeggen, een goed idee, bedankt voor het beluisteren van deze video en wellicht tot ziens.